Als eerste monteur heb je de verantwoording voor je eigen werk en het werk van collega-monteurs. Zo begint ook deze dag met een opdracht op tekening die samen met collega's uitgevoerd moet worden. De technicus bespreekt de werkopdracht. Jij bent degene die de mensen aan het werk zet, zodat ze niet alleen weten wat ze moeten doen, maar ook hoe dat moet. Bij eventuele problemen ben jij de aangewezen persoon om ze op te lossen. In dit geval ga je samen met een collega-monteur naar een nieuw gebouw, waar computerkabels geïnstalleerd moeten worden voor dataverkeer en telefonie. Behalve leiding geven moet je uiteraard goed met je handen kunnen werken en goed tekening kunnen lezen. Want je begrijpt dat een aansluiting op een verkeerde plaats vervelende gevolgen kan hebben. Uiteraard help je eerst je collega-monteur aan het werk, want goed samenwerken is een van de belangrijke eigenschappen die je als eerste monteur moet hebben. Soms verandert er halverwege een opdracht plotseling iets en je moet de soepelheid hebben om niet alleen de aanpassing te begrijpen, maar deze ook naar de collega's goed uit te kunnen leggen. Om de verantwoording voor het werk van anderen aan te kunnen, moet je zelf eerst een goede monteur zijn, zodat je precies weet waarover je praat als collega-monteurs aan het werk gezet moeten worden. Ook mensenkennis en overwicht zijn factoren die van belang zijn om als leidinggevende te kunnen werken. Je zorgt er natuurlijk ook voor dat je bij belangrijke onderdelen van de werkzaamheden de vinger aan de pols houdt door zelf toezicht te houden. Zoals bij het belabelen van de kabels. Je kent je medewerkers echter goed genoeg om ze voor een groot deel zelfstandig te kunnen laten doorwerken. Als tenslotte alle onderdelen gemonteerd zijn, komt het aan op testen. Dat is verantwoordelijk werk waarbij je gebruik maakt van de nieuwste technieken. Het computernetwerk is pas na deze test geheel operationeel. Aan de hand van de opleverenlijsten wordt stap voor stap gecontroleerd of er werkelijk niets vergeten is en alles naar de wens van de klant en volgens voorschrift is gemonteerd. Dan volgt de eindoplevering door de opdrachtgever of een externe controleur, bijgestaan door de